hele goede avond en welkom bij PSV TV. Dit weekend wordt speelronde 29 in de Eredivisie gespeeld. En dat betekent dat PSV op bezoek gaat bij VVV Venlo. In deze uitzending gaan we uiteraard voorbeschouwen op deze wedstrijd die zondag wordt gespeeld. En spreek ik met Frans Jansen, commercieel directeur van PSV, over het laatste nieuws dat er supporters weer bij de wedstrijd aanwezig mogen zijn. Maar eerst de cijfertjes van Koen Heyzakkers. Ja, ik kan er niet omheen. Dan begin ik ook meteen met de cijfers, Maddy. Het wordt de 23ste keer dat PSV afreist naar Venlo voor de wedstrijd tegen VVV. En daar in de koel ging het vaak ontzettend goed. 15 keer werd er gewonnen. Slechts 2 keer werd er verloren daar in Venlo. En 6 keer eindigde het duel tussen VVV en PSV in een gelijkspel. Zo ook vorig seizoen. En dat was een hele zware bevalling. PSV ging natuurlijk als favoriet richting Limburg. Mm-hmm. Maar het pakte slechts 1 punt. Opoku. Door het midden waar Oerenstaal kiest en VVV leidt halverwege de tweede helft. PSV, dat goed begon, is ver weggezakt. Kan het toch nog wat halen? Ja! Het pakt toch nog een punt via Dumfries. Ja, ik zeg het elke week, maar het lijkt ontzettend lang geleden. Hè? Volle tribunes daar in de koel. Het was trouwens ook de debuutwedstrijd van Noni Madueke in de Eredivisie voor PSV. Dus genoeg leuks om over die wedstrijd te melden. Ja. De allereerste wedstrijd tussen VVV en PSV, die werd gespeeld in 1957. Toen won PSV met 5-1. Niemand minder dan Koen Dille, die produceerde toen een hattrick. En het duurde eigenlijk heel lang voordat er weer een andere speler was die namens PSV een hattrick maakte in Venlo, moet ik zeggen. Ja. Maar toen dat gebeurde, toen ging het ook meteen goed. Want er waren nog 2 spelers die een hattrick produceerden. We moeten terug naar 30 september 2012. PSV won met 6-0 van VVV. En zowel Dries Mertens als Jurgen Locadia produceerden die middag een hattrick. Mertens zal het ongetwijfeld nog een keer proberen. Naar binnen en dan met rechts trappen. Of Mertens, daar is hij langs. En oh, wat een mooi doelpunt. Hij is echt degene die er bij PSV met kop en schouders bovenuit steekt. Handig balletje, geen buitenspel. Ja, daar is hij. Hij maakt zijn derde. Geweldig. Ik herinner me deze wedstrijd gewoon nog. Vertel. Ik stond te juichen op de bank, dat weet ik nog. Ja, het was volgens mij voor Jurgen Locadia ook zijn competitiedebuut. Hij maakte er meteen 3, dus een memorabele middag destijds. Ja, en ik zou zeggen, nu we toch lekker in de goal zitten, laten we de top 5 er even bij pakken. Is altijd het favoriete onderdeel van Jeroen Toet. De 5 mooiste goals gemaakt door PSV in wedstrijden in Venlo. Geweldige treffer, de specialiteit. Volgende gevaarlijke kans, wat een goal zeg! En dan komt dit geweldig mooie doelpunt. Manolev. Pauwen, niet lekker. Lens, oh, knap gedaan zeg. 2-0. Opslag van rust. Heel knap. Jermaine Lens. Verhennen krijgt de bal niet en dan de kans voor Koeman. De specialiteit. Vanaf 20 meter brengt hij met zijn 5e seizoentreffer PSV aan de leiding. Pereiro. Ja, die heeft hem nu wel liggen voor zijn linker en schiet hem erin ook. Geweldige treffer van Pereiro. Van den Burg jaagt die bal schitterend in de bovenhoek. Schitterend gescoord. En dan komt dit geweldig mooie doelpunt van Dries Mertens. Die op deze manier zijn 2e maakt van de middag. De score verdubbeld voor PSV. Wat een mooi doelpunt. Ja, dit waren de 5 mooiste PSV-goals. Maar ik wil het vandaag heel eventjes anders doen. Ik wil ook nog even een doelpuntje van VVV erbij pakken. Want er is 1 goal van Yoshida, verdediger van VVV Venlo. Die scoorde in een 3-3 gelijkspel tegen PSV. Die is zeer de moeite waard. Kijk even mee. Ga jij ook van genieten. Volgende gevaarlijke kans. Wat een goal zeg. Hier de voorzet. En dan deze schitterende omhaal. Ja, veel mooier worden ze niet. Prachtige goal van Maya Yoshida.
Ja, dit is om te genieten, maar niet als het zondag gebeurt. Dus deze wil ik jullie niet onthouden. Nee, kom ik jullie niet onthouden. Doen. We zijn natuurlijk ook allemaal voetballiefhebber en van zo'n omhaal kunnen wij allemaal genieten. Ja. Vanochtend hebben we natuurlijk met Roger Schmid gesproken over de wedstrijd. Ja, en niet alleen over de wedstrijd. Hij had ook nieuws te melden over Eric Gutierrez. Guti, want er gebeurde gisteren wat met hem tijdens de training. Dit zegt Roger Schmid over Guti. Yesterday in 11 against 11 in training, he had one moment where he got some pain in his right leg. And so we have to check it, which kind of injury it is. But for sure he's not able to be in the squad on Sunday. How long he will be out, I'm not 100% sure. So we have to wait for the opinion of the doctors. Goed, tot zover de trainer over Guti, maar we spraken hem uiteraard ook over de wedstrijd. The last match against VVV, it was the last one before the winter break, a 4-1 win. What can you remember from that match and from that opponent? Yeah, I was very happy because it was the fifth match in 12 days. We have to play, we won all the five games in these 12 days. And so also the last match, we had some problems also in the squad with injuries and corona and everything. And so it was a tough time, but the players, they showed a very good mentality. Although we conceded early goal of the opponent, but we stay calm and we showed our quality. We scored good goals. I was very happy with the performance of the players. And we have to expect on Sunday again a very tough game because they're at the end of the tableau, so they are fighting to stay in the league. So it's never easy to play against these games. And they have a goal getter in their lineup with 22 goals. I think he already scored. So yeah, it's a dangerous team. What is the rest of their playing style, in your opinion? Their playing style, yeah, of course, they keep it simple. And they have a new coach now with Jos Luhukay. I know him for a long time from Germany. I think he will create some new spirit, some new energy in the team. And we have to take care that they are good with in the opponent box with crosses, with long balls for second balls. And so we have to take care that we are always well organized. But it's always the same challenge for us in almost each game. Paul Scagli, have you talked with him a lot about his role for the rest of the season? No, I think I make no decisions for the rest of the season. So I make only decisions for the moment and especially for the next match. So, of course, he is an option in the central midfield. He showed it now in a couple of games and he's very complete. He's a very good center back, good center midfielder, and always it is depending on the situation, on the squad, on the shape of the players, what is the best lineup. Goed, dat was duidelijke taal, Koen. Zegt Jeroen ook altijd. Leuk. Zo jammer dit. Hey, ik wil jou heel erg bedanken voor deze mooie woorden. Het was weer een waar genoegen, Maddy. Fantastisch, dankjewel. Goed, tot zover deel 1. Na de break spreek ik met Frans Jansen dus over het laatste nieuws. Geen lege stadions meer tijdens wedstrijden. Tot zo. En welkom bij deel 2 van PSV TV. En met mijn gast ga ik het hebben over het plotselinge nieuws dat afgelopen dinsdag naar buiten is gebracht. Dat er vanaf 24 en 25 april weer publiek toegelaten wordt in het stadion. Commercieel directeur Frans Jansen zit hier bij mij aan de desk. Welkom, fijn dat je er bent. Graag gedaan. We gaan even terug naar het begin, want dat was vrij bijzonder. Hoe kreeg je dit te horen? Ik kreeg het te horen via Rick Elfrink van het Eindhoven Dagblad. Die mij belde en die zei van, god, heb je het, hoe ga je dit allemaal doen? Ik zeg, ja, wat bedoel je eigenlijk? En, heb je wist niet... van niks. Nou, ik moet even, er is nogal wat commotie door ontstaan. Ja. Door wat ik heb geroepen en ook mijn collega bij Ajax en bij Feyenoord. Een week eerder, op 30 maart, om 19:13 inderdaad. Voor ons natuurlijk fantastisch. Mooi, ja. Is er een mail gekomen vanuit KNVB, de Eredivisie en de Eerste Divisie directeuren van, we hebben het plan om inderdaad speelronde 30 met publiek, beperkt publiek, te gaan spelen. En dat plan, dat gaan we voorleggen aan Den Haag op 1 april, donderdag 1 april. En aan de burgemeesters en de veiligheidsrisico's. Dat was die mail. Nou ja, dan wordt het 1 april. En volgens mij herinnert iedereen zich wel dat er in Den Haag heel andere prioriteiten waren op donderdag 1 april.
En toen werd het maandagavond en toen Voetbal Insight schijnbaar, heb ik niet gezien hoor, maar daar heeft Chris Woerts iets geroepen. Waar wij dan ook nog de feedback op kregen in onze groepsapp die we dan hebben met commercieel directeur, yeah. Van veel te voorbarig, hij roept maar iets. Dus eigenlijk weer geen signaal van nou, dit is echt gaande. En toen belde ik Elfrink op dinsdagavond, 6:10, van nou, dit staat op nws.nl. Yeah. En toen waren we inderdaad verrast. Ja. En meer is het ook niet. Het werd heel groot gemaakt, maar we waren verrast. Want ja, inderdaad, het was een beetje fijner geweest als we iets van tevoren hadden kunnen voorbereiden. Want wat gebeurt er dan? Dan gaat ongeveer iedereen los. Van mag ik naar binnen en wat houdt er dan in? En moet je snel testen? Moeten de mondkapjes? Ja. En we hadden natuurlijk niemand klaar zitten. Want nee. die avond hadden wij geen fanservice desk klaar zitten. Nee. Om al die telefoontjes en mailtjes te gaan beantwoorden. Ja, nou dat is van fans hè. Heb je ook reactie van spelers of de staf of directie gekregen? Ja, toevallig was ik dus woensdagochtend hier op de hertgang. Ja. Voor een ander onderwerp. En ja, toen kwam ook meteen van, is het waar? En hoe gaan we dat doen? En die wedstrijden daarna. Komt misschien daar nog op hè. Ja. Mag het dan ook nog? Of wordt het dan weer terug naar nul gebracht? Of wordt het zelfs meer? En ik sprak net nog Jurgen Wolf, toen ik eraan kwam lopen, dacht ik van, oh, zo mooi en hopelijk het nieuwe seizoen echt met een volle bak. Want ja, we hebben toch natuurlijk heel veel spelers, en niet de minste, die nog nooit met een vol Philipsstadion hebben gespeeld. Precies, ja. Dus ja. Ook zij kunnen niet wachten. Nee, absoluut. En wij ook niet. Dus inderdaad, verrast, maar laten we voorop staan, heel blij verrast. Hè? Ja. Het is echt, we zijn er heel blij mee dat er weer iets gaat gebeuren. Ja. We gaan even kijken naar wat beelden. De laatste keer dat er publiek bij een wedstrijd aanwezig mocht zijn, dat was op 19 september tijdens de wedstrijd PSV tegen FC Emmen. Goedenavond, welkom vanuit het Philipsstadion. Daar komen ze aan, de spelers van PSV. De eerste thuiswedstrijd van het seizoen voor PSV onder Roger Schmidt. Schitterend uit de kruising getikt door die Zwitserse keeper Vogel. Nonny Madueke maakt de goal. PSV staat op 1-0. Madueke heeft hem alweer terug. Madueke zelf. Van Philip Max met Dumfries bij de tweede paal. Oh, en Vogo, keeper toch. En Vogo, hoekschop. En daar is bijna de goal. Kom van Malen. Donjan Malen. Malen! En een goede redding van Telgekamp. Max hier nog meer over vervangen. Voor de uitstand van Max zit de kopbal van Malen. Daar is hij, via de binnenkant van de paal. De goal van PSV voor Maxi Romero. Wat een treffer. Ja, heerlijk om te zien. Toen dus 8000 fans. Nu mogen er bij PSV FC Groningen 4000 fans. Moeten ineens in heel veel afdelingen aan de bak. Hoe groot is die impact? Ja, die is vrij groot, omdat het eigenlijk ook alweer heel dichtbij is. Hè. Het is nog een kleine 2 weken. Ja. Dus het eerste wat je dan gaat doen is van oké, hoe gaan we dit doen? En bij elkaar zitten, wederom contact hebben met onze klankbord vanuit alle supportersgelederen. Eigenlijk heel snel, per app, per belletjes, wat vinden jullie? Natuurlijk wij eerst van, nou, wij denken dat we het sowieso gaan doen. Mm-hmm. Met hun even getest. En dan ook je hele communicatie klaar gaan zetten. Van wanneer kunnen we nu echt de eerste mailings uit gaan doen? Precies. Want we hebben nog een uitdaging. De avondklok is er nog. In ieder geval vandaag nog. En we weten niet wanneer. En we weten niet hoe lang die nog actief blijft, zeg maar. En wij spelen, zoals het er nu uitziet, om 8:00. Nou, dat zou betekenen dat iedereen ongeveer in de rust weg moet. Dat wil je ook niet. Nee. Dan mag je een keer binnen. Dus ook daar zijn we natuurlijk met de KNVB in gesprek. Wat nu als de avondklok blijft? Mm-hmm. Wat doen we dan? Maar dat weten we denk ik dinsdagavond na de persconferentie van meneer Rutte. Ja. Dan zullen we meer weten. En ook meteen daarna gaan we eigenlijk dan naar buiten. Maar de belangrijkste vraag die we moesten beantwoorden is, wie mogen er binnen en wie krijgen de kans? Nou, we hebben dat proberen wederom heel eerlijk te doen. En je stelt altijd heel veel mensen teleur. Dat is gewoon zo in deze situatie. Maar we hebben gezegd, de mensen die tegen Emmen, de beelden die we net zagen, zijn geweest, die doen even niet mee voor deze ronde. Want die zijn al een keer binnen geweest. Al de anderen, die mogen gewoon inschrijven voor deze ronde. Dus eigenlijk wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ja. Nou, we hebben hele positieve signalen vanuit de KNVB dat de kans er wel heel waarschijnlijk is dat we die 2 rondes daarna, de 2 thuiswedstrijden daarna, die we nog hebben, de resterende, dat we mogelijk 8000 mensen weer binnen mogen. Nou, als je dan alles optelt, dat is belangrijk, ja. Als je dan de 4 wedstrijden inclusief Emmen optelt, heeft in ieder geval iedereen 1 keer de kans gehad om te komen. En dat klinkt heel stom, maar daar zijn we dan wel heel blij mee. Nee, dat snap ik. Dat je 1 keer binnen bent mogen komen. Dus, ja. Of je niemand te passeren.
Nee, dus het zal dringend worden, even in onze virtuele wachtrij, om die 4000. Mm-hmm. Nou, we denken dat we de eind volgende week dat we die opengooien. Dus een week voordat de wedstrijd is, iets verder dan een week. Maar daar zitten nog wel wat beperkingen aan of richtlijnen aan. Hè? Ja. Sneltest moet. Nou, daar word je helemaal in begeleid. Dus je moet naar een bepaalde locatie, moet je je sneltest laten doen. Krijg je binnen een kwartier, krijg je hopelijk je negatieve testuitslag. Die moet je uploaden, heet dat dan, in een bepaalde app. Die krijg je ook. En daarmee kun je naar het stadion komen. Moet je laten zien, samen met je kaartje kun je binnen. Ja. Ja, en dan hopen we dus daarna 2 keer 8000. Dat we dan, en dan zijn natuurlijk de mensen van Emmen. De 4000 die dan tegen FC Groningen mogen komen. Die mogen dan weer niet meedoen met de volgende. En dan kom je op een gegeven moment op een moment dat je iedereen gehad hebt. Want er zullen altijd mensen zijn die zeggen, ik ga die negatieve test niet laten doen. Of ik vind het te gevaarlijk. Of, precies, Dus op een gegeven moment heb je iedereen wel gehad. En dan begin je eigenlijk weer met z'n allen opnieuw. Om dan die laatste wedstrijd waarschijnlijk vol te krijgen. Wat hopelijk een hele mooie zonnige hemelvaartmiddag is. Ja, nou dus absoluut. Ik zie het alleen maar voor mijn terrassen open en dan die wedstrijd. Ja, en biertje erbij. Ja. Ja. Ik ga straks nog even inzoomen op de praktische dingen. Heel even naar jouw Twitterbericht. We zien het hier, het is goed nieuws, maar we zijn echt totaal verrast. Even helemaal terug. Waarom voelde je die drang om dat naar buiten te brengen? Nou, omdat wij meteen enorm veel berichten kregen. En we hadden niemand klaar zitten. Dus ik en nog wat collega's hebben oké, dan doe maar 1 bericht er even naar buiten. Ja. Dan weten mensen dat we even tijd nodig hebben. Ik had ook een interview kunnen doen met NOS. Want ESPN had gebeld, wil je iets komen vertellen? Nee, dit doen we even zelf zo. 1 bericht. Ja, ja, en dan weet iedereen, geef ons even de tijd, want we hebben nu geen antwoorden. Ja. Want we hadden dinsdagavond ook echt geen antwoorden. Voelt het vanuit PSV ook verantwoord om dit te doen? Die 4000 fans in een stadion? Ja, ik denk dat wij ook in september hebben aangetoond dat we dit kunnen. Ja. Ja, dus wij niet alleen, ik denk alle BVO's. Kijk, het is niet aan mij, dat is aan de virologen en alle medici om te bepalen of dat het veilig is om dit soort testevenementen te doen. Maar in de buitenlucht, in ons stadion, 1,5 meter, mondkapjes, negatieve testen. Ja, dan ben ik wel overtuigd dat het moet lukken. Ja, nou, wat misschien ook belangrijk is om te zeggen, we zijn geen field lab. Hè? Dus mensen mensen zeggen ook van, ja, dan moet je na de hand 5 dagen later ook nog een keer getest worden. Dat is niet dat zo niet, in dit event. Nou, dat scheelt. Is het aantrekkelijk ook genoeg? Uiteindelijk, hè, op sportief gebied sowieso, maar financieel. Er moet heel wat gebeuren. Beveiliging moet er komen, afdelingen moeten weer aan de bak voor 4000 fans. Ja. Financieel is het niet zo aantrekkelijk. Natuurlijk gaan we hopelijk bier verkopen en cola en chips en dat soort dingen. Maar de horeca mag open? Ja, zoals we nu weten wel. Okay. En de merchandise zal natuurlijk ook wel weer iets meer verkocht worden. Maar uiteindelijk, kijk, wat komt misschien daar ook nog even op. Maar de huidige kaarten die we voor dit seizoen hebben. De original, de all-in en de 50-50. Ja. Nou, dat was ook in de voorwaarden stond, als er met publiek gespeeld wordt. Dan krijg je een streepje, zeg maar even, zoals het in de volksmond rondgaat, weet ik. En dan zal je misschien je rechten verliezen. Nou, wij hebben gezegd, ook voor deze wedstrijden, maar ook tegen Emmen, dat is een geste vanuit PSV. Mm-hmm. Dus niemand krijgt een streepje. Dus we doen dadelijk bij de rechten, gaan we kijken alsof het hele seizoen zonder publiek is gespeeld. Okay. Wat eigenlijk ook bijna is. Ja. Dus wij konden het ook niet over het hart krijgen om dan te zeggen, nou oké, je bent tegen Groningen met 4000 man binnen mogen komen. Nou, up, streepje. Dus dat doen we niet. Dat betekent dus voor de 3 varianten gaan we gewoon de rechten invullen zoals we ook beloofd hebben in het begin van het jaar. En voor de original, hè, dat waren de supporters die eigenlijk vooraf hebben gezegd, wat er ook gebeurt, ik hoef niks terug. Nou, het is duidelijk. Dan heb je de all-in kaart vorig jaar besteld, die mensen dus dit seizoen hebben. Daarvan hebben we gezegd, als je zonder publiek speelt het hele seizoen, wat nu dus gaat gebeuren, officieel, dan mag je nog 2 seizoenen lang binnen bij elke wedstrijd naast de Eredivisiewedstrijden. Dus ook Europees, beker, vriendschappelijk. Dus dat gaan we ook gewoon doen. Dus niet alleen komend seizoen, maar ook nog het seizoen daarna. En bij de 50-50, die mensen hebben dus 50% betaald in juli en zouden in januari de tweede 50% hebben moeten betalen. Nou, die tweede 50% is natuurlijk nooit gekomen. Nee. En daarvan was de regeling van die eerste 50% krijg je de helft terug als er zonder publiek is gespeeld. Nou, dat is dus gebeurd. Ja. Dus ze krijgen eigenlijk 25% van hun aanschafwaarde van hun seizoenkaart, krijgen ze terug. En dan krijgt men binnenkort allemaal, iedereen krijgt er binnenkort allemaal mails over. Okay. En in dit geval kunnen mensen dan kiezen of dat ze dan cash terug willen of dat ze korting willen op hun kaart voor volgend jaar. Kijk, dat is belangrijk. Dus even dan de volgorde. Ze mogen zich in ieder geval aanmelden voor deze wedstrijden. Dan wordt er vanuit jullie gekeken, nou, hoeveel zijn dat er en hoe gaan we dat verdelen? Dan moeten ze een test gaan doen bij Stichting Nederland Opent. Ja, en die link die krijgen ze van ons.
Precies, dan mogen ze naar de wedstrijd. En dan hebben ze in ieder geval voor dit seizoen, is iedereen geweest, hopelijk. Ja, heeft iedereen een kans gehad op in ieder geval. Precies, ja. En dan kijken we volgend seizoen weer verder. En met de regelingen voor de seizoenskaarten, dat wordt allemaal geregeld. En dan krijg je te horen via de mailing. Ja, en ook de komende weken gaan we ook de campagne starten naar het komend seizoen toe. Dus ook daar komen veel mails. Dus even je mailbox goed in de gaten houden de komende weken. Helder. Zijn uitfans welkom? Nee, we vallen terug naar protocol E, heet dat dan. Mm-hmm. En dat is weer eigenlijk het protocol van wat we tegen Emma hadden in september. En daar waren uitsupporters ook nog niet welkom. Nee. Jammer genoeg nog niet, want ze hoorden gewoon bij. Hè? Dat ook onze supporters. Strijd, we hebben al, jarenlang elk uitvak van ons ook is uitverkocht als wij on tour gaan. Ja. En businessleden, is ook belangrijk. Natuurlijk. Businessleden, maar ook weer een heel klein gedeelte. Okay. Een paar honderd die we binnen kunnen laten. Onder dezelfde voorwaarden. Ja. Is er hoop voor volgend jaar dat we weer vol zitten? Ja, ik denk echt dat dit ook wel weer een opstap is na het nieuwe seizoen. En persoonlijk ben ik overtuigd dat wij in augustus gewoon met een vol Philips Stadion willen spelen. Ja. Ik voel hier heel veel optimisme. Ik heb dat ook, dus hopelijk zijn we er volgend jaar. Niet alleen omdat ik commercieel ben, maar ook precies. Ja. Nee, het gaat nu goed met de vaccinatie. Natuurlijk zijn we altijd kritisch. Ja. Maar ergens in de zomer, juli, augustus, heeft iedereen de eerste prik kunnen hebben, zeg precies. maar. En dan hoop ik wel dat we met z'n allen ook het lef hebben om dan ook inderdaad maatregelen los te laten. Ja, want als je je zwarte pet opzet en je negatieve pet, dan zou je kunnen denken, durven we dit nog ooit los te laten? Dat is geen vraag, het moet. Het moet. Sorry. Ook die sneltesten die we nu gaan doen, laat het alsjeblieft iets zijn voor die drie thuiswedstrijden en niet ook nog dadelijk in augustus. Ja, we willen met z'n allen. Laatste vraag. Ja. Dit seizoen, hoe zie je het voor je? Waar gaan we naartoe? Voetbalgebied. Laten we heel zijn. De kans dat we kampioen worden is klein. Mm-hmm. Maar wij gaan gewoon tweede worden. Kijk. Ja, daar heb ik echt alle vertrouwen in. Ook belangrijk voor de seizoenhouders, hè? De Europese wedstrijden. Mega belangrijk. Ja. Voor de supporters, voor de sponsoren, maar ook voor de club. Hè? Het is al een verschil of dat je dadelijk voor de Champions League mag gaan spelen. Ja. Ook al is het misschien dan vroeg. Nou ja, hopelijk mogen we wat later instromen. Maar dan als we dan weer met publiek mogen spelen, is het natuurlijk ook wel super gaaf als we op het hoogste niveau mee mogen doen. Ja, zo is het. Ik wil je heel erg bedanken voor je verhaal en voor je tijd. Ja, graag gedaan. Thanks. Leuk. Goed, dit was het dan alweer. Bedankt voor het kijken. Heel veel plezier bij de wedstrijd VVV Venlo tegen PSV. Fijn weekend en tot volgende week.